ik zat te kijken naar Nederland-Oekraïne. Ja, en ik zag toen, wat alle kijkers zagen, die zagen steeds elke keer een groot spandoek in beeld verschijnen. Ja, en er stond met zulke koeienletters, stond daarop te lezen, Kloosterzande. En ik dacht bij mezelf, Klooster, wat moet dat nou? Ik denk, ik ga die mensen eens even bellen en ik ga daar even mee skypen om het verhaal achter het spandoek te horen. Nou, en dat deed ik toen met Peter en met Jeroen. En die jongens, die lieten helemaal vol trots voor hun huis dat hele grote spandoek zien van Kloosterzande. En ze waren zo blij en gelukkig met al die aandacht. Ja, dat ze belden mij weer op. Dit keer was het ene Stefan. En Stefan, die zei tegen mij, nou, wij vinden het zo verschrikkelijk leuk. Wij willen jou bedanken. En dat gaan we doen op een hele leuke manier met een groot spandoek. Dat gaan wij ophalen. Nou, ik zei, nou, dat is goed. Dat wil ik wel graag zien. Dus ik ga even skypen met Stefan. Dag Stefan. Ja, jongen, jij hebt mij gebeld. En hey, luister eens even goed. Een spandoek, zei jij, voor mij. Dat heb jij gemaakt. Ja, dat klopt, Harry. Dat ja. Klopt helemaal. Je hebt door ons zoveel publiciteit bezorgd. Ja, graag gedaan. Een bedankje willen doen. Oh, een bedankje. Nou, dat vind ik heel erg aardig. Heel erg leuk. Nou goed, mag ik het spandoek al zien? Kan ik het al zien of niet? Hij is bijna klaar, Harry. Oh, hij is bijna klaar. Laat hem even zien. Laat hem even zien. Kijk eens even. Ja. Kijk, oh, ze gaan het even ophouden. Kijk, ja. De familie gaat het even ophouden. Laat hem even goed zien, jongens. Jezus, het is ook geen klein doekje ook, hè? Hij is ongeveer 2,5 op 2,5, Harry. 2,5 meter bij 2,5 meter. Oh, dat ja, is wel een stevig spandoekje. Ja, klopt, ja. Goed zo. Nou, daar komt hij. Oh, ze houden hem op. Ja, daar komt hij. Mag ik hem even helemaal lezen? Ja. Klooster. Ja, en dat moet dan zijn Kloosterzande. Maar ja, dat ja, is dus de, hè? Lang. En dan staat er groet. Met, ja. Ja. En dan staat er Har. Ja, en, klopt. Ja, laten we, ja, en verder. Harry, neem ik aan. Ja, ik was bijna klaar, Harry. Ja, mag ik even zien? Ja, laat wel. Het zien dan. Jeffen ja, is, zo. Kijk. Hij is al bezig, hè? Dat zei hij. Hij is ermee bezig. Dus ja, hij gaat het nu afmaken, denk ik. Klooster, groet, Harry. Ja. Nou heb ik het zien staan. En nou ga je dus naar Nederland, Macedonië. Ja, klopt. Nou, en zorg je dat je een goede plek hebt dan. Zeker, Harry. En dat je hem goed, en dan ga je hem naast de grote Kloosterzande, dan hang je hem daarnaast. Ja, of ik zoek nog een beter plekje misschien. Oh, dat zou geweldig zijn. Oh, ja, nou, helemaal goed. Helemaal goed. Dus iedere tv-kijker, Nederland, Macedonië, goed opletten op dit spandoek, hè? Ja. Klooster, groet, Harry. Speciaal voor mij. Hé, hey, Stefan. Ik vind hem fantastisch. Even dankjewel. Graag gedaan. En heel veel succes daar. Kom goed. En misschien wel tot in Boedapest. Ja. Oh, neem je hem dan ook mee? Natuurlijk wel. Oh, ga je naar Boedapest toe ook? Ja, ik hoop het. Oh, als je naar Boedapest gaat, dan moet je hem weer ophangen. Oh, dat zou geweldig zijn. Ja, ik wil ook graag een keer in Boedapest hangen. Top. Oké. Okay. Ja, geweldig. Hé, hey, we zien elkaar. Kom goed, Harry. Dankjewel, hè. Joe.